is een goed lakse Cancellara die zijn fans groet wanneer hij aankomt aan het centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Fabio Cancellara, uw applaus alsjeblieft. Niet alleen buiten, maar ook binnen wachten honderden fans hem op. Fabian, how does it feel so many Belgian fans? Yeah, it's pretty packed, pretty too much. I think it's a unique moment, of course, because I have not so many possibilities like this. How do you feel the day after? Tired, but good. I think I can be happy. Nadat hij kort heeft teruggeblikt op zijn zege van gisteren, begint hij aan een helse tocht doorheen de massa. Het is echt drummen voor een handtekening. Het is duidelijk, de Vlaamse wielerfans zijn dol op de Zwitserse Flandrien. Cancellara moet een Belg worden, hè? Allee, dat is toch mijn gedacht, vind ik toch? Hij verdient het. Het is een echte Flandrien, hè? Het is een super echte Flandrien. Hebt u een handtekening kunnen bemachtigen? Zeker. Ik heb een boek en ik heb een boek ook. Voilà. Tevreden ermee, veronderstel ik? Heel tevreden, ja. Ik kon er nu weer staan in Ierken op voorhand en ik kon er al niet meer binnen. Dat is ongelooflijk. Maar dat is plezant, hè? Nadat hij ook nog enkele pintjes heeft getapt voor zijn supporters, vertrekt Cancellara weer met de bus naar zijn hotel.